De reuzen van Venlo, Valuas en zijn vrouw, hebben hun stad ervoor verlaten om in Heerlen deel te nemen aan een defilé ter gelegenheid van het 36e bondsfeest van de Zuid-Limburgse geweerdragende schutterijen. Onder het kritisch oog van keizers, koningen en koninginnen trekken ze langs het raadhuis. Naar oud gebruik onderhouden speciaal de Limburgse schutterijen nog steeds de exercitie. Hoogtepunt van zo'n schuttersfeest is altijd de schietwedstrijd, waarbij tegenwoordig geen namaakvogels, maar heel nuchtere doelen worden gebruikt. Hier werkt men nog met oude voorladers. Nu gaat het erom wie de meeste treffers kan halen. Dit schieten, in vroeger tijden een handwerk, nu een volkssport, wordt door de Limburgers met hun gevoel voor traditie met grote liefde in ere gehouden.